Goedemiddag, mijn naam is Joost Aarsman, we kijken naar een Poisson-kanverdeling. Wat is een Poisson-kanverdeling? Normaal heb je een binomiale verdeling, ja, met n het aantal herhalingen van een binom van p met de vaste waarde kansen. Dus als n heel groot is en p heel klein is, kun je beter gebruiken van een Poisson-verdeling. Is niet verplicht, maar dan is het een Poisson-verdeling. Een Poisson-verdeling heeft een lambda-parameter, ja, en de kans op x, op k mogelijkheden, is dan gelijk aan 1 mag min lambda, lambda k, k van de tijd. Nu, om dit uit te leggen, gaan we dit met een voorbeeld. Ja. In een bedrijf krijg je gemiddeld 5 telefoons per uur. Ja. Je wilt weten nu wat is de kans dat je 8 telefoontjes per uur krijgt. Dus stochastisch x dit aantal telefoontjes per uur, wat is de kans dat je 8 telefoontjes krijgt. Nu, n ken je niet. Dat zijn, zijn oneindig veel dagen, of uren. Dus n aantal uren is gewoon heel groot. De kans op een telefoontje is 5 door het aantal bezoekers. Je kan een miljoen klanten hebben, 10 miljoen. Die kans is heel klein. Waarom? Omdat 5 door een miljoen heel klein is. Dat betekent, we gaan beter een Poisson-parameter gebruiken, namelijk met een lambda-parameter. Een lambda is het getal dat we kennen, namelijk 5. Dus lambda zal hier 5 zijn. Het getal dat je gekregen hebt, dat is je lambda-parameter. Dan gaan we berekenen de kans dat x gelijk aan 8 is. Namelijk dat je 8 telefoontjes per uur krijgt. En dan vullen we gewoon in, dat wordt e te macht min lambda. Ja? E te macht min 5 zal worden, maar lambda is 5, k wordt 8, 5 is 8, gedeeld door 8 per tijd. Ja, dat wordt dus als je uitwerkt, ja, e tot de macht min 5, dan 5 tot de macht 8, ja, gedeeld door 8 faculteit. Ja. Als je uitrekent, krijg je hier een getal dat je berekent, gewoon uitwerkt met je rekenmachientje. Dat geeft de kans op 8 telefoons. Hier de waarde wordt opgeschreven. Dat is de kans op dat je 8 telefoontjes krijgt als je gemiddeld 5 telefoons per uur krijgt. Berekent met een Poisson-verdeling, gebruikt omdat n heel groot is, en p heel klein was. Nu, de berekening van kun je ook doen met je rekenmachientje. Ja. Merk hier de formule. Ja. Berekening kan je ook doen met de binom met de Poisson-CDF. In de Poisson-CDF ja, wordt je gevraagd om je lambda eerst te geven, dat is 5, en dan je x, je waarde 8. Ja. Dat is dus de Poisson-kansverdeling gebruikt voor heel grote n en heel grote p. Dank voor de aandacht, volgende keer.